Surinaamse luchtruim is vanaf vandaag gesloten voor commerciële vluchten. Voorlopig zijn alleen repatriatievluchten toegestaan. Dat heeft minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, gisteren bekendgemaakt op de COVID-19 persconferentie. Dus degene die vanaf morgen geboekt staan om te komen feesten of als toerist naar binnen te komen, niet dat je niet welkom bent, maar blijf liever thuis en hou je dus ook daar aan de regels. Wij moeten hier verder gaan met de uitdagingen die we hebben. Dus ook een oproep aan iedereen die wil komen. Ik weet dat er heel veel wegen te bewandelen zijn, maar laten we dat even achterwege laten. Even de offers brengen en er doorheen bijten. De bewindsman heeft de samenleving, in het bijzonder het reizend publiek, op het hart gedrukt om begrip te tonen voor de stringente maatregelen. Het is, zegt hij, in het belang van ons allemaal. Niet zal minder prettig zijn als je een vlucht moet boeken als essentiële passagier om hier een familielid of andersom een familielid in Nederland of in Europa, ja, dat je daar afscheid moet gaan nemen voor goed. Dat zijn geen zaken die we willen, dus vandaar de oproep dat we plezier maak je en verdriet komt vanzelf. Dus het maken van plezier, laten we dat voor onszelf op een ander moment gaan plannen. Minister Albert Jubitana van TCT gisteren op de COVID-persconferentie. Hij sprak over de verscherpte maatregelen met betrekking tot het luchtruim. Over de uit te voeren repatriatievluchten zal het ministerie verder afstemmen met Buitenlandse Zaken en de vliegmaatschappijen.